Hartelijk welkom op deze 17e zomerconferentie van New Wine. Het is de eerste online. Het is een hele happening die je mee mag maken. Het is voor ons allemaal nieuw. En we gaan er met elkaar een groot feest van maken, omdat we verwachten dat God grote dingen gaat doen in ons midden. We hopen echt dat het thema leven in Jezus je zo te pakken krijgt. Of je nou hier in de zaal bent, of in een camping, of dat je thuis achter je laptop zit, of het later hoort in de auto. Het maakt niet uit. We hopen dat het thema je zo te pakken krijgt dat je denkt, ik wil niet anders dan dit. Leven in Jezus. We beginnen zoals jullie dat van ons gewend zijn met aanbidding. Freek? Een hele goede avond allemaal. Ook de mensen in de zaal, welkom. Ga lekker staan en zing mee. En voor degene die thuis is, ga lekker staan, stoot elkaar aan. En we gaan onze God groot maken. Onze schuilplaats. Er is hoop. Er is hoop die groter dan de dood is. Er is leven sterker dan het sterven. Er is licht dat niemand ooit kan doven. Er is liefde die nooit teleur zal stellen. Is in u.
iemand die ons uit uw handen kan roven. Een machtige rots, onze schuilplaats is God. Tot aan de dag dat u bij ons komt wonen. En al uw tranen voor altijd zal drogen. Is het uw geest die ons helpt te geloven. En ik verhoog zijn naam. Hij is mijn God, zijn waarheid houdt eeuwig stand. Hemel en aard verheugen zich in zijn naam. Hij is verheerlijkt. Koning verheven zo hoog. Hij is verheerlijkt. Hij is verheerlijkt. Als koning verheven zo hoog. Zal hem prijzen. Hij is verheerlijkt. Voor eeuwig verheerlijkt. En ik verhoog zijn. Oh, mijn ziel.
nooit alleen, nooit alleen laat. Bedenk opnieuw zijn naam, baant ons de weg. Hij baant de weg van het kruis naar het graf. Hij stond op en hij regeert. Prijs de Heer, zing zijn lied opnieuw. Nog een keer, bedenk opnieuw. Bedenk opnieuw dat God ons nooit alleen, nooit alleen laat. Bedenk opnieuw zijn naam, hij baant de weg, hij baant de weg. Van het kruis naar het graf, hij stond op en hij regeert. Prijs de Heer, zing zijn lied opnieuw. O mijn ziel, zing tot de God van de eeuwen, zing tot de Heer van de schepping. Jezus, wij danken u dat u die vriend voor ons bent. Dat u zo dichtbij wil komen. En Heer, dat merken we ook nu als we stilstaan en u voor ons zien. Dan voelen we uw vriendschap. En we prijzen u dat u altijd naar ons toe komt. Dan bidden we voor deze avond. We bidden het voor heel de conferentie. Dat we mogen ervaren, heel diep in ons hart, dat ons leven is in u.
En we danken u dat u dat mogelijk maakt door het werk van uw geest. We bidden, Heer, dat waar we ook zijn, dat u ons zegent. Dat u ons aanraakt. Of we alleen zijn en misschien echt gewenst hadden dat we samen met anderen zouden zijn. Als we jong zijn en gehoopt hadden dat we een leuke next bijeenkomst zouden hebben. Heer, of als we met een groep gezellig bij elkaar zijn. We hebben het allemaal zo nodig om te merken dat u er bent. We nodigen u uit, Heilige Geest. Kom, vul onze harten. Dat als we vanavond luisteren, als we zingen, als we bidden, dat we weten dat u ons steeds dichter naar uw hart toetrekt. Amen. Nou, op een of andere manier komt het New Wine gevoel alweer helemaal terug. Als je zo met elkaar na zo'n tijd van droogte elkaar mag ontmoeten, dan is dat toch iets waar de Heilige Geest direct in werkt. En dat willen wij ook heel graag met jullie in de zaal, maar ook met de mensen online. We willen jullie ontmoeten. We willen heel graag van jullie filmpjes krijgen. We willen dat jullie dingen delen die je meemaakt. Dat zouden we fantastisch vinden. Het is super tof om zo met elkaar een interactie te krijgen van wat er in het land gebeurt, van wat God daar aan het doen is en hier, zodat we met elkaar een hele toffe conferentie mogen gaan beleven. Nou, daar zijn mogelijkheden voor. We hebben een live chat. Je kunt berichtjes sturen. Dat kan naar communicatie.zc@newwine.nl. Je kunt ook, als je wilt, woorden van kennis of getuigenissen delen. Dat gaat via info@newwine.nl. En op die manier hebben we dan een verbinding met elkaar. Er zijn natuurlijk meer dingen die we heel belangrijk vinden. Eén daarvan is ministry. Je kunt vanavond ministry krijgen. Elke bijeenkomst is een gelegenheid voor ministry. Dat kan online door de button onder de video aan te drukken. Krijg je contact met een Zoom-ruimte en dan kan er voor je gebeden worden. Je kunt natuurlijk als je met Tiny Wines bij elkaar bent ook voor elkaar bidden. Dus maak van de gelegenheid gebruik om elkaar en God te ontmoeten. Na deze bijeenkomst is er ook nog een concert van Lef. Dus je kan blijven hangen en dan om 9:30 tot 10:30 nog een concert van Lef volgen. Dan gaan we nu naar een collectefilmpje kijken en daarna mag ik de spreker van vanavond aankondigen. Ah, wat een gevoel dat ik nog weer eens een collectezak in mijn handen zou krijgen. Dat ik dat na een jaar corona zou missen, had ik nooit gedacht. Maar ik krijg er ontzettend zin van om te geven. En ik hoop dat we dat stevig doen, want nee, het was geen makkelijk jaar. En daarom hebben we jouw hulp hard nodig. We willen kerken blijven dienen en steunen in het proces van geestelijke vernieuwing. Dus laat het geld maar rinkelen. Nou, jullie zien het. We zijn met een hoop mensen bezig geweest om de conferentie voor te bereiden. Maar het is verder alleen mogelijk als we ook jullie financiële hulp krijgen. Dus we hopen dat je gul gaat geven. Nou, dan mag ik nu Bart aankondigen. Bart is van oudsher muzikant. Hij is ook theoloog. Daarnaast is hij vader van 4 pleegkinderen. En tenslotte is hij stafwerker New Wine op het gebied van leiderschap en organisatie. Nou, deze jongen is van heel veel markten thuis. Kom maar naar voren, Bart. Ik wil heel graag voor je bidden. Zodat jij de aftrap mag geven van deze conferentie. Ja. Ik ben heel benieuwd waar je het over gaat hebben. Het gaat natuurlijk over leven in Jezus, maar hoe je dat gaat uitwerken, ben benieuwd. Spannend. Ik ga eerst voor je bidden. Vader, dank voor Bart. Dank voor zijn hart voor u. Dank voor zijn liefde voor de mensen om hem heen. En we bidden dat hij vanavond de woorden van u met helderheid en vreugde mag brengen. Vul hem met uw geest. Amen. Amen. Nou, Bart, maak er wat van. Ja, ik ga mijn best doen. Dankjewel, Agnes. Ja, mooi om hier zo vanavond te zijn en deze conferentie op deze manier te mogen openen. Het is inderdaad onze eerste online digitale zomerconferentie. Vorig jaar hadden we natuurlijk prachtige video's met Dave Boekles. Die kun je ook bekijken trouwens. Op de site waar je je nu bevindt kun je de zomerconferentie van vorig jaar terugkijken, de filmpjes.
En je vindt er ook allerlei programma's voor Next, voor de kinderen en voor Generation. En er is veel te beleven in deze digitale zomerconferentie. Want het is onze eerste echte online zomerconferentie. Nou wil de logica ook dat, omdat het onze eerste online zomerconferentie is, dat dit ook de beste New Wine zomerconferentie wordt online tot dusver. De allerbeste. Er wordt hier geklapt en thuis mag je daar ook echt heel enthousiast over zijn. Want jij bent daarbij. Jij kijkt mee vanaf de camping of vanuit je woning of vanuit een kerkzaal naar deze digitale zomerconferentie. En later, als je groot bent en kleinkinderen hebt, dan trek je ze op schoot en dan zeg je, ik was daarbij. Ik had toen nog haar, nu niet meer. Allemaal van dat soort verhalen heb je erbij. Maar dit is de beste digitale zomerconferentie tot dusver. De logica wil trouwens ook dat dit de slechtste digitale zomerconferentie tot dusver wordt. Maar dat is een cynische conclusie die mag morgen getrokken worden door Tim Zinkt. We gaan het deze dagen hebben over leven in Jezus. Een prachtig onderwerp waarbij we gekeken hebben naar verschillende teksten in de Bijbel waarin Jezus daarover spreekt. Johannes 15, waarin hij zegt, als je in mij blijft, zoals ik in jou, dan zul je veel vrucht dragen. Blijf in mij. Maar ook een tekst uit Matteüs. En die wil ik vanavond met je lezen en met je uitpakken. Matteüs 11, vers 28 tot 30. En daar staat het volgende. Jezus zegt daar, kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Kom naar mij als je vermoeid bent of onder lasten gebukt gaat. Daar begint Jezus mee. En daar begint leven in Jezus mee. Kom bij mij als je vermoeid bent. Nou, die vermoeidheid, die kennen we. Die vermoeidheid kennen we uit onze eigen levens. Die kenden we al heel erg lang in de afgelopen jaren. Onze relatie met werk is totaal uit balans. We werken ontzettend veel uren. We hebben via WhatsApp de hele dag contact met onze collega's, ook als we vrij zijn. Je e-mail staat de hele tijd aan. Vakantie is erg lastig. Die bal van werk, die blijft maar in de lucht. En het kost ontzettend veel moeite om die neer te leggen. Ik las laatst ergens dat vroeger, een jaar of 50 geleden, als er dan geschreven werd over elektrische auto's, dan zag je daar plaatjes bij van een gezin dat gezellig in de elektrische zelfrijdende auto een spelletje zat te spelen. En als je nu kijkt naar plaatjes van elektrische zelfrijdende auto's, wat mensen zitten te doen? Geen spelletje spelen met het gezin, maar werken. Extra werken. Onze relatie met werk is erg uit balans. En dan is er natuurlijk de bal van het gezin. En ook die probeer je hoog te houden met je kinderen. De kinderen naar de sportclub brengen. Zorgen dat de kinderen het goed hebben op school. Zorgen dat je relatie met je partner misschien goed is. En je probeert die bal ook in de lucht te houden. En natuurlijk wil je ook graag gezond blijven. Dus moet je natuurlijk af en toe sporten. En ook die bal probeer je hoog te houden. En op die manier ben je bezig om telkens opnieuw te jongleren met al die ballen. En er zijn veel meer ballen bij te bedenken. De bal van je relaties, van je vrienden. De bal van je familie. De bal van je geestelijk leven. Ook die bal proberen we hoog te houden. Want het is toch belangrijk dat we de kerk bezoeken of dat we onze stille tijd houden. We proberen al die ballen hoog te houden. Ik kan jongleren met 3 ballen. Ik kan het met moeite. Met heel veel moeite, zoals je ziet. Maar eigenlijk proberen we heel veel ballen hoog te houden. En dat put ons uit. En dat was al een probleem. En toen kwam corona. En ik weet niet hoe jij het afgelopen jaar hebt ervaren, maar werk en gezin en geestelijk leven, alles liep door elkaar heen. En telkens opnieuw probeerde je die ballen hoog te houden. Thuis werken, thuis onderwijs geven aan je kinderen misschien. Een quarantaine, dus je kon nergens naartoe. Misschien wilde je ontspannen, maar alles was dicht. En zo probeerde je je leven een beetje op de rit te houden. En de dingen die normaal al best wel zwaar waren om in de lucht te houden, die kosten nu nog extra veel moeite. Vermoeidheid. We kennen het. Vermoeidheid, fysieke vermoeidheid, emotionele uitputting misschien, maar ook geestelijke gelatenheid, geestelijke vermoeidheid. Want ik weet niet hoe jij het hebt ervaren, maar ik vond het best lastig dit jaar.
met een vast ritme van naar de kerk gaan, dat ontbrak. Dat je echt uit jezelf dat geestelijk leven op gang moest houden. Uit jezelf moest proberen je Bijbel te lezen met allemaal kinderen om je heen of met allemaal mensen om je heen. Dat het echt uit jezelf moest komen. En het was geestelijk geen makkelijk jaar. Ik hoor dat, ik weet dat van mezelf en ik hoor dat van heel veel mensen om me heen. En we zijn moe met z'n allen. En tegen mensen zoals jij en ik. Tegen mensen die vermoeid zijn. En die onder lasten gebukt gaan. Tegen die mensen zegt Jezus, kom naar mij. Het is een uitnodiging. Een uitnodiging om te leven in Jezus. Een uitnodiging die begint bij Jezus. Zijn uitnodiging aan ons. En dan zegt Jezus, kom naar mij en ik zal je rust geven. Rust. Nou, de mensen die dat hoorden in die tijd, de Joden die om Jezus heen stonden en die luisterden naar zijn woorden, die wisten precies waar het over ging. Want rust, dat is een heel belangrijk thema dat telkens in de Bijbel terugkomt. Het is een onderstroom die je telkens opnieuw terugziet. Het begint al in Genesis hoofdstuk 2 in het scheppingsverhaal. Dan staat er dat op de zevende dag rustte God van zijn werk. Hij heeft die aarde gemaakt, de hemel en aarde heeft hij geschapen. De mensen, de dieren, de planten, alles heeft hij gemaakt. En dan staat er en op de zevende dag rustte hij. Het is alsof hij eventjes lekker op de bank gaat zitten en een koud biertje opentrekt met zijn benen omhoog en zit te genieten van alles wat hij heeft gemaakt. Hij rust. Hij stopt. Hij geniet. Hij neemt de tijd om te genieten van wat hij gedaan heeft. Dat is de rust waar God mee begint en waar het verhaal van de Bijbel, waar de schepping mee begint. Maar dan heel snel verdwijnt die rust. En dan zie je dat het streven blijft om die rust opnieuw te vinden. En telkens opnieuw komt dat thema terug. Psalm 95. In mijn woede heb ik gezworen. Zegt God, nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. Een vloek om geen rust te ervaren. In Hebreeën gaat het over rust. Dan gaat het over dat wij, jij en ik, als we dicht bij Jezus zijn, die rust mogen ervaren. En hier spreekt Jezus ook over rust. Die rust, die had drie aspecten in het Oude Testament. Drie dingen waarin dat tot uiting zou moeten komen of zou kunnen komen. Allereerst was dat de rust van een eigen land. Niet langer een volk in slavernij, niet langer overheerst worden door anderen, niet langer alleen maar de spullen van anderen hebben omdat je slaaf was, maar je eigen spullen, je eigen huis, je eigen akker, je eigen land. Je zou kunnen zeggen dat dat een stuk fysieke rust was, die werd beloofd en waar men naar verlangde. Dat was de belofte die er was, je eigen plek, fysieke rust. En dan was er als tweede de rust van het koningschap van David. Een goed koningschap. En als je leest in het Oude Testament over het koningschap van David, dan weet je dat dat een tijd was waarin er vrede was in het land. Dan weet je dat dat een tijd is waarin de economie bloeide, waarin mensen tot bloei konden komen, waarin er rechtvaardig werd recht gesproken. Een moment, een periode van emotionele rust. Want mooi als je een plek hebt om veilig te zitten en je eigen spullen. Maar als dan de overheid slecht is en de overheid doet verkeerde dingen, dan heb je inwendig geen rust. Maar die rust wordt beloofd in het koningschap van David onder andere. Dus fysieke rust, emotionele rust. Maar het derde aspect was de tempel. De tempel van God dichtbij. God in ons midden. God bereikbaar. God die je kunt ontmoeten. Geestelijke rust. En als Jezus spreekt over rust, dan heeft hij het over de rust in de toekomst. Eschatologische rust natuurlijk, dat is een prachtig theologisch onderwerp waar Jezus het ook over heeft, maar hij heeft het ook over deze drie dingen. Over fysieke rust, waar we zo behoefte aan hebben. Hij heeft het over emotionele rust, waar we ook zo naar kunnen verlangen. En hij heeft het over geestelijke rust, niet hoeven streven, maar God in het midden, God dichtbij. Ervaren dat je door God geliefd bent. En dat is waar Jezus ons hiertoe uitnodigt. Hij zegt, kom naar mij als je vermoeid bent en onder lasten gebukt gaat. En ik zal je rust geven. Op zoek naar wat jouw hart vervult.
tijd te verliezen. In de hoop dat je het vinden zult. Maar God wacht op het moment dat jij je naar de hemel bent. Bij hem is het ware geluk. Ja, Jezus nodigt je uit. Kom maar bij mij en ik zal je rust geven. En dan zegt hij iets bijzonders. Wat eigenlijk een beetje tegenstrijdig lijkt. Want dan zegt hij, neem mijn juk op je en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Maar dat voelt heel tegenstrijdig, want eerst spreekt hij over rust en we mogen fysieke rust krijgen, zeg ik je net. En we mogen emotionele rust en geestelijke rust krijgen. En dan zegt hij vervolgens, nog geen zin later, zegt hij, neem mijn juk op je. Bedoelt hij dan dat we toch weer aan het werk moeten? Bedoelt hij dan dat we toch weer iets moeten gaan doen? Met andere woorden, hoe krijgen we dan die rust waar Jezus het hier over heeft? Om dat te begrijpen moet je even snappen wat dat juk was. Je had twee soorten jukken en die heb je nog steeds. Allereerst is daar het dierenjuk. En dat ken je waarschijnlijk van twee dieren die je aan elkaar vast doet. Twee ossen die aan elkaar klinkt met een juk, waardoor ze samen een veel zwaardere last kunnen trekken. En dat is één van de jukken die bestaan. Maar er is nog een ander juk. En dat is een juk dat je kunt dragen als je een zware last moet dragen. Bijvoorbeeld dat we kennen uit dat liedje, twee emmertjes water halen. Wat doe je dan? Dan kun je ze in je armen dragen, maar je kan ook een juk op je schouders leggen. En dan kun je die dingen, die zware emmers water die je toch moet tillen, met een juk ook dragen. Wat je moet dragen, wordt dan veel lichter om te dragen.
De last die je toch moet torsen, die kun je veel makkelijker dragen met zo'n menselijk juk. En Jezus heeft het hier waarschijnlijk over zo'n menselijk juk. Niet over een dierlijk juk waarbij je samen nog een zwaardere last kunt trekken, maar over een menselijk juk waarbij wat je toch moet dragen veel lichter en veel makkelijker te dragen wordt. Dus dat is wat Jezus waarschijnlijk bedoelt. Je kan het een beetje vergelijken met het verschil tussen een rugzak en een rolkoffertje. Stel, je wil gaan trekken in Australië, gaan backpacken en daar een eind gaan reizen. Als je dan toch al je kleren mee moet nemen en al je spullen mee moet nemen, dan kies je natuurlijk voor een rugzak. Want die last die je moet dragen, als je die mee moet torsen in een rolkoffertje door de bush, dan doe je jezelf geen plezier. Maar met een rugzak wordt die last veel makkelijker te dragen. Nou, dat is wat Jezus hier bedoelt, een menselijk juk. Neem mijn juk op je, zegt hij. Nou, dat is letterlijk wat een juk is. Maar Jezus bedoelt het natuurlijk ook figuurlijk. In die tijd werd vaak gesproken over het juk van een rabbi als dat het de interpretatie was van de wet, van de Torah. En verschillende rabbis hadden verschillende interpretaties van de wet. En jouw interpretatie van de wet, die werd natuurlijk concreet in hoe je je leven leefde. En dat is wat Jezus hier ook bedoelt. Hij zegt, neem mijn interpretatie over en neem over hoe ik mijn leven concreet leefde. En als je dat doet, dan zal de last die je moet dragen veel makkelijker te dragen zijn. Jezus heeft het hier dus heel concreet over een levensstijl. Hij zegt eigenlijk, doe zoals ik deed. Neem het leven over zoals ik dat geleefd heb. Dat juk, als je dat op je schouders neemt, dan wordt die last van het leven die best pittig is. Al dat werk dat je moet doen, de zorg voor je kinderen, proberen je geestelijk leven in stand te houden. Als je het op mijn manier doet, samen met mij, dan wordt dat veel makkelijker om te dragen, veel makkelijker om te doen. Dat is wat Jezus hier zegt. En dat voelt misschien wat tegenstrijdig. Dat voelt, ja, maar moet ik me dan aan allerlei regeltjes houden? Moet ik dan dingen gaan doen? Moet ik dan nog weer extra dingen gaan doen? Ik heb het al zo druk. Kan dat er nog wel bij? Maar je kunt het hiermee vergelijken. Vorig jaar moest mijn dochter de typdiploma halen. Kijk, ze zit op school en ze moet voor school werkstukken schrijven en heel veel op de computer doen. Dat zijn toetsen of werkstukken die ze toch moet inleveren. En als ze met twee vingers zou typen, dan kost het heel veel tijd en moeite om dat werkstuk in te leveren. En dan maakt ze veel meer fouten. Maar doordat ze haar typdiploma heeft gehaald, kan ze veel sneller typen, met veel minder fouten en zelfs blind. Het gaat veel gemakkelijker. Maar het punt is, als je je typdiploma wil halen, dan moet je wel aan bepaalde regeltjes houden. Dan moet je, weet ik veel wat, de J met je wijsvinger. Wie heeft een typdiploma? Ik heb geen typdiploma. Ik kijk hier een beetje angstig om me heen. Maar je moet in ieder geval aan bepaalde regeltjes houden. Je moet je vingers op bepaalde toetsen zetten. Maar als je dat doet, als je je aan die regeltjes houdt, als je op die manier typt, dan kun je veel sneller, veel minder fouten en zelfs blind typen. Nou, dat is wat Jezus zegt. Doe zoals ik deed, zegt Jezus. Leef een leven dicht bij God. Leef een leven in afstemming van God. Een leven waarbij je je af en toe terugtrekt uit de wereld om te bidden, om te luisteren in afstemming naar de Vader. Leef een leven in eenvoud. Leef een leven in verbondenheid met andere mensen, zoals Jezus in verbondenheid leefde met de discipelen. En als je dat doet, dan wordt je leven veel beter te dragen. Die zware last, die gaat er niet van weg, maar die zware last wordt veel makkelijker te dragen, zoals een juk het veel makkelijker maakt om die twee emmers water te dragen. Dat is wat Jezus hier aanbiedt. Maar dat is pas het eerste niveau. Dat is nog wel een redelijk doenerig juk. En het klopt dat Jezus dat hier aanbiedt. Maar hij zegt nog iets. En daar komen we echt dicht bij het leven in Jezus. Jezus zegt, dan zul je werkelijk rust vinden. Dat staat in ieder geval in de NBV. Maar als je in het Grieks zou lezen, dan zie je dat daar iets anders staat. Dan staat er eigenlijk, dan zul je rust vinden in je ziel. Rust op het niveau van zijn. Rust op het niveau van ziel. Jezus biedt je aan om bij hem te komen, om rust te vinden in je ziel. En dan ontstaat er een rust, ondanks de onrust. Want als je bij Jezus komt, als je weet dat je thuis bent bij de Vader, dat je geliefd bent door God, dat Jezus er voor je is en van je houdt en Jezus jou omarmt, dan ontvang je een rust die heel wat dieper gaat dan alle onrust om je heen en die je in je leven ervaart. Als vader van 4 pleegkinderen weet ik als geen ander wat het betekent als je niet zo goed weet of je geliefd bent, als je niet zo goed weet waar je vandaan komt, waar je mag wonen.
Maar Jezus nodigt jou uit en zegt, kom bij mij. Af en toe als een van onze kinderen onrustig is, dan trekt mijn vrouw dat kind op schoot. En dan fluistert ze in het oor. Jij bent maar hier. Je bent 6 jaar. We houden van je. En je blijft hier wonen. En ze herhaalt dat dan een paar keer, 2, 3 keer. En ze hoeft dat maar een paar keer te doen. En dan merken we dat het kind rustig wordt. En dat is wat jij ook mag ervaren op het moment dat je bij Jezus komt. Dat hij in je oor mag fluisteren als het ware. Jij bent mijn geliefde kind. Je mag mij Abba noemen door de Heilige Geest. Je bent thuis bij de Vader. Ik hou van je. Hij nodigt je uit om te komen. En dat geeft rust in je ziel. Door alles heen. Ondanks de onrust die ook in dit leven blijft, mag je een diepere rust ervaren. Een rust onder de onrust, zou je kunnen zeggen. En Jezus biedt dat aan. Kom bij mij, zegt hij. Kom bij mij als je vermoeid bent en onder lasten gebukt gaat. En dat is waar ik jou ook op dit moment toe wil uitnodigen. Als je thuis kijkt of als je hier in de zaal zit, om op dit moment opnieuw bij Jezus te komen. Hij nodigt je uit. Kom bij mij. En misschien heb je behoefte aan fysieke rust vanwege een heel intensieve tijd die je achter de rug hebt. Combineren van werk en thuisonderwijs en lockdown en allerlei dingen en ben je gewoon moe. En heb je gewoon behoefte aan rust. En dan zegt Jezus, kom bij mij en ik zal je rust geven. Misschien heb je behoefte aan emotionele rust na een hele lange achtbaan van een jaar van telkens opnieuw de hoop dat je misschien weer naar buiten kan, dat je misschien weer anderen kan ontmoeten, dat je misschien niet ziek wordt of dat mensen die je geliefd zijn, dat ze beter worden. Een emotionele achtbaan. En misschien heb je behoefte aan emotionele rust. En dan zegt Jezus, kom bij mij en ik zal je rust geven. En misschien heb je behoefte, juist na zo'n afgelopen jaar, om geestelijk weer thuis te komen bij de Vader. Om dat te doen wat het afgelopen jaar zo ingewikkeld was. Namelijk stil te worden. En te ontvangen. Zijn liefde te ontvangen opnieuw. En dan zegt Jezus, kom bij mij en ik zal je rust geven. Dus ik wil je uitnodigen op dit moment om je handen te openen. Als je thuis zit, misschien achter een computer, of als je op de camping bent of een Tiny Wine bent. Om je handen te openen. En gewoon die rust van God, die rust die Jezus aanbiedt, te ervaren. En te ontvangen. En Heilige Geest, we nodigen u uit op dit moment om op al die plekken te komen met uw aanwezigheid. En de rust die u hier aanbiedt, om die te geven. Heilige Geest, kom opnieuw. En geef rust. We bidden voor al die mensen die vermoeid en belast door het leven gaan. Misschien juist het afgelopen jaar, maar misschien al langer. Heilige Geest, kom in die levens op dit moment opnieuw. Met uw rust, uw vrede, uw shalom. Geef rust. Ja, Heilige Geest, en als we zo in de stilte op u wachten, dan bidden we, vul onze harten. We hebben het zo nodig om u weer te ontmoeten. Elkaar te ontmoeten en u te ontmoeten. Ja, misschien denken we, fijn dat we bemoedigd worden. Fijn dat we een mooi verhaal horen. Maar wat we
echt nodig hebben is een ontmoeting met de levende. De levende Heer. En u bent hier in ons midden. Heilige Geest, we aanbidden u. Kom in de stilte en vul onze harten opnieuw. Zodat we die zielsrust die u alleen kunt geven. Die rust die geest, ziel en lichaam helemaal kan doortrekken. Dat we die van u zelf mogen ontvangen. Hier zijn we, Heer. Kom en vul ons. En bij de voorbereiding van deze bijeenkomst had ik gebeden en gaf God me een beeld van een, het leek een soort preekstoel met een houten voorkant waarin een korenschoof was, gemaakt van hout, helemaal zo uitgebeiteld, zeg maar, van hout. En het was een stilstaand beeld. En toen kwam Jezus en die blies daardoor heen en dat hout, dat werd een wuivend korenveld dat leven gaf, dat oogst gaf, dat het nieuwe leven gaf. En het bijzondere was dat we in de voorbereiding met de teams hier vanmiddag datzelfde beeld terugkregen. En ik geloof echt dat God zegt, op het moment dat jij het gevoel hebt dat het afgelopen jaar een droog jaar was, of je hebt stilgestaan, dingen zijn verstart, ik zal het losmaken door mijn geest. Ik ga door je heen waaien. Ik ga nieuwe oogst geven. En dat bidden we, Heer. Kom met die oogst. Kom met uw nieuwe leven. Kom en stroom in ons. Ja, je mag zijn liefde op dit moment opnieuw ontvangen. Zijn Heilige Geest. Waar je ook bent, Gods Geest wil in jou werken op dit moment. Ontvang hem opnieuw. We danken u, Heer, dat u ons kent. Dat u precies weet waar we zijn en waar we uw aanraking nodig hebben. Waar we die ontmoeting nodig hebben. En misschien zijn er zorgen in ons leven. Dan mag je die zorgen aan God geven. Misschien ben je onrustig. Mag je die onrust aan hem geven. Je mag echt je hart openleggen voor hem, zodat zijn geest daarin kan komen. En je weer als een vernieuwd mens verder mag leven. Dank u, Jezus. Wat mij betreft gaan wij zingen. Toch? Wat? Want als je hier in de zaal zit, dan kun je op dit moment ook voor je laten bidden. Er zijn mensen van het ministerieteam beschikbaar. Maar als je thuis zit en je denkt, ik heb voor dit onderdeel, of ik zou het fijn vinden als er iemand voor me bidt op dit moment. Er zitten ook bidders klaar die je kan bereiken via de website. Dus als je onder de livestream op de knop Ministry Gebed knikt, dan kun je op dit moment zijn er mensen die beschikbaar zijn om met jou te bidden. Dus laten we zingen en onderwijl blijven ontvangen. Door alles heen,
door alles heen, u geeft rust. Door alles heen, door alles heen, hier kijk ik naar u en u geeft rust. Geloof dat niet bezwijkt, ook als de twijfel groter lijkt. De berg zo groot en hoog voor mij, verdwijnt in zee, de weg is vrij. Door alles heen, door alles heen, hier kijk ik. Door alles heen, door alles heen, u geeft rust. Door alles heen, door alles heen, hier kijk ik naar u en u geeft rust in mij. Steeds zijn naam. Kijk op, laat los, vertrouw op Hem. De storm kent nog steeds zijn naam. Kijk op, laat los, vertrouw op Hem. De storm kent nog steeds. Door alles heen, door alles heen, hier kijk ik naar u. Door alles heen, u geeft rust. Door alles heen, hier kijk ik naar u. En u geeft rust in mij. Nou, inmiddels zijn we in de gebedshoek beland. En dit is een soort dynamisch centrum van het interactie met het land. We hebben mensen die de chatverbinding hier onderhouden, die gebedsvragen binnenkrijgen, opmerkingen, waar de getuigenissen en de woorden van kennis binnenkomen, waar mensen met elkaar kunnen praten en bidden. Normaal gesproken gebeurt er ook ministry, maar dat laten we even niet in beeld zien, omdat dat we dat wat iets te privacygevoelig vinden. Maar zo krijg je toch een beeld van hoeveel we met elkaar praten en bidden. En ik heb hier Jopie bij me.
En Jopie, jij bent een van degenen die de getuigenissen en de woorden van kennis binnenkrijgt of andere bemoedigende dingen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, we hoorden net van die rust in je ziel, hè? Ken jij dat? Nou, ik kan een heel onrustige ziel hebben. Maar zeker wat hier ook gezongen wordt, wanneer dat helpt mij heel erg. Daarom hou ik ook heel erg van muziek. Dat ik, wanneer ik me dat te binnen breng, dat ik naar Jezus toe moet gaan daarmee. Dan krijg ik rust in mijn ziel. Ja. Dus je bent hier niet voor niks? Ik ben hier niet voor niks. Nee, zeker niet. Je ontvangt die rust in je ziel. Mooi. Ja. Ik ben natuurlijk ook wel heel benieuwd. Is er iets uit het land gekomen? Iets waar we... Vertel eens. Nou, ik vertel. Nou, je merkt, het is de kick-off. Dus je merkt dat de mensen nog een beetje op moeten warmen. Er zijn nog geen woorden van kennis of getuigenissen. Maar wat ik wel even wil delen is dat we heel veel complimenten binnen hebben gekregen. Ook over de setting hier. Dus nou, dat is al heel leuk. We krijgen ook van de Tiny Wines in Barneveld en in Gorkum dat ze ingelogd zijn. Iedereen mist het dat we niet naar Liemt kunnen gaan. Maar iedereen zegt dit is echt heel fijn en is iedereen er heel dankbaar voor. Dus een goede start. En bemoedigend voor iedereen die het georganiseerd heeft. Nou, fantastisch. Dankjewel. Nou, ondertussen, voor degene die nog verder gebed willen. Je weet dat de button van Ministry nog steeds onder de video staat. Die kun je aanklikken en er zijn mensen beschikbaar om voor je te bellen, te bidden. Een vorm van bellen met God. En we gaan nu afronden voor vanavond. We gaan over een kwartiertje verder, of nee, ik zeg het niet helemaal goed, over een half uur gaan we verder met het concert van Lef. En dat begint om 9:30, duurt tot 10:30. Blijf daar nog van genieten. En morgen dan hopen we jullie weer om 10:00 te zien. Dus tot dan en een hele gezegende avond verder.